De Trek Domane SL6 Disc hebben we hier bij ons. Trek was een van de eerste bedrijven die inzag dat comfortracers toch wel een groot doelpubliek hadden en ze ontwikkelden de Domane. Die onderscheidt zich van de rest met een ISOSpeed decoupler die eigenlijk de trillingen die van de voorvork komt gaat wegnemen en een ISOSpeed decoupler achteraan die eigenlijk de zadelpen een beetje los kan te staan van de rest van het frame met extra comfort ten goede. Dit is wel de SL, dus niet de SLR, dus we hebben hier achteraan niet te maken met de instelbare demping. Het is een schijfremfiets, afgemonteerd met Otegra. Het is een vrij klassieke keuze, gewoon goede kwaliteit en toch opmerkelijk Vision Metron 40 wielen daarin, terwijl Trek toch wel zijn eigen merk van wielen ook heeft, maar die gebruiken ze hier dus duidelijk niet. Wat geeft dat uiteindelijk als resultaat op de weg? Een heel comfortabele, stabiele fiets, al vond ik de voorkant toch misschien een beetje droog aanvoelen eigenlijk in het klappen van de trillingen. Remmen 2x160 schijven werken perfect en het is niet de snelste stuurder van het lot, maar een heel stabiele fiets waarmee dat je in de bochten ook heel veel vertrouwen krijgt. 25 mm bandjes erop, alles aanwezig om ook zeker en vooral bij ons in de Vlaamse Ardennen bijvoorbeeld goed te presteren.